Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video mijn flip-through van mijn 2019 journal van juli tot december. Zoals je ziet, deze is flink dik geworden, in totaal 5 centimeter dik. Er zit ook een heleboel in. Het is goed gebruikt, hij is goed liefgehad als het ware. Ik heb er wel alvast tabblaadjes aan toegevoegd, zodat ik ook wel gemakkelijk, als ik later terug wil kijken, gemakkelijk de maanden kan vinden. En dan gaan we samen gewoon even doorheen bladeren. Zoals je ziet is mijn future look deze keer wel gebruikt. Ik heb mezelf echt toe gezet om van tevoren hier steeds de dingen ook in te zetten. Het is alleen zo, de aankomende maanden heb ik nog niet veel uitgepland, vandaar dat die pagina's dan weer net leeg zijn. De meest geliefde spread is toch wel deze videoplanner. Zoals je ziet, de planner zelf is ook gewoon losgegaan. Omdat deze hier heel vaak open en dicht op is gegaan. Dus je kunt hierdoor naar binnen kijken op de spine van het boekje. Maar dit is ook echt de enige plek waar het is gebeurd bij de journal. Verder rest allemaal niet.
Al met al is deze journal met veel liefde en plezier gebruikt. Ik moet zeggen dat ook echt helemaal niks tegenviel aan deze journal. Alles vond ze echt gewoon top aan. Tuurlijk, als ik erop terugkijk, zijn er altijd wel wat spreads en dingen waar ik denk van, waarom heb ik dit gedaan? Maar ik heb hem hoe dan ook in ieder geval altijd fijn kunnen gebruiken. Dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, doe je ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!